opende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA heet u allen van harte welkom, ook iedereen die vanaf een andere plaats dit verhoor volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Robbe. U wordt vandaag opnieuw gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Mevrouw de voorzitter. Ja? Voor u begint, ja. Zou ik heel kort iets mogen zeggen. Ja. Ja. Want ik zit hier nu en eigenlijk had hier natuurlijk iemand anders moeten zitten. Ja. Ja. We weten allemaal hoe het zo gekomen is. Ik wil het toch even memoreren. U bent al lang bezig met uw onderzoek en... Ja, zover is wel duidelijk geworden, die VIRA is gewoon te laat natuurlijk gekomen. En toen die er was, heeft hij me heel kort gereden. Het was een grote teleurstelling voor mij, maar ook voor alle medewerkers bij de NS die zich daar zo voor ingezet hebben. En zo hard gewerkt hebben om die trein hier te introduceren in Nederland, voor de reiziger. Ja. Die reiziger, die hebben we eigenlijk in de kou laten staan. Ja, dat raakt ons zeer als bedrijf. We hebben onze ambities ook niet kunnen realiseren. Daarom wil ik hier gewoon vanuit deze positie oprecht excuses aanbieden aan de reiziger. Dank u wel. Dank u wel, meneer Robbe. Ik denk dat dat een indrukwekkende begin is van dit verhoor. Dank u wel. Want u bent hier voor de tweede keer als getuige. En vandaag in een andere hoedanigheid als interim-president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. In dit verhoor zal de commissie u een aantal vragen stellen in uw rol als interim-president-directeur, over het alternatieve vervoersaanbod, uit de lessen die zijn getrokken, en u maakte al eigenlijk een stapje daarin, en de relatie tussen de NS en de staat. Want u heeft aangegeven waar uw verantwoordelijkheid ligt, maar we willen ook met u kijken naar de verantwoordelijkheden van anderen. Het is niet alleen de NS die hier een rol in heeft gespeeld, maar wij kijken ook naar de rol van de staat en andere partijen. En de commissie heeft nog een aantal vragen aan u over het incident rondom het afdekrooster op 15 januari en de bespreking van de NS met de heer Manfalotto. Want een verhoor met de heer Manfalotto geeft ons aanleiding om daar ook aan u wat vragen over te stellen. En als eerste in dit verhoor geef ik het woord aan mevrouw Bergkamp over het afdekrooster. Ja, meneer Robben, we hebben nog een aantal vragen over het incident met het afdekrooster. We hebben vastgesteld dat op 15 januari 2013... wordt vastgesteld dat er een afdekrooster ontbreekt aan een VIRA-trein. Dat kan leiden tot een ontsporingsrisico. Eigenlijk zijn er twee risico's. Het loslaten van zo'n afdekrooster kan ook gebeuren bij een andere trein. En het tweede risico is dat zo'n afgevallen rooster, als dat verkeerd terechtkomt op het spoor, kan dat ook leiden tot een ontsporing. Wij hebben daar twee vragen aan u over. Welke acties zijn er nou ondernomen om er zeker van te zijn dat dat rooster ook niet bij andere VIRA-treinen zou losraken? En de tweede vraag die wij hebben is: welke acties zijn er nou ondernomen om zeker te stellen dat zo'n afgevallen rooster geen risico vormt, kijkend naar het spoor en de ontsporing? Ja, ik begrijp uw vragen. We hebben daar twee dagen geleden over gesproken. Ja, toen heb ik verklaard zoals ik de situatie op dat moment zag en wat ik toen wist. U hebt mij na afloop een brief gestuurd met het vraag om nader onderzoek te doen. Dat heb ik natuurlijk heel serieus genomen, want ik begrijp de serieusheid van dit onderwerp. En ik heb mijn mensen gelijk gevraagd om daarmee aan de gang te gaan. We hebben u gisteren een brief teruggestuurd waarin we gezegd hebben: wij zijn nog niet in staat om vandaag, binnen zo'n korte termijn, u een overzicht te geven van de feitelijke situatie zoals die zich toen voorgedaan heeft. Ook omdat we daarin anderen moeten raadplegen, bijvoorbeeld ProRail.
Dus dat onderzoek loopt. En we komen daar zo spoedig mogelijk bij u op terug. Ik heb nu geen verdere feitelijke informatie zelf over die situatie. Dan stellen we vast als commissie dat u nu de vragen van de commissie niet kunt beantwoorden. Dat er een onderzoek plaatsvindt en dat u daarover de commissie ook zal informeren. Inderdaad, zo gaat het, ja. Dank u wel. Dan geef ik het woord weer aan de voorzitter. Dank u wel. Dan pak ik het andere punt waar ik al even in de inleiding aan refereerde. Het gesprek met de heer Manfellotto. Ja. De heer Manfellotto heeft hier gisteren verklaard dat hij een ontmoeting heeft gehad met u en mevrouw Van Vroonhoven. Hij heeft daarbij aangegeven dat hij bij binnenkomst een verklaring moest ondertekenen. Een verklaring die je zou kunnen kenschetsen als een geheimhoudingsovereenkomst. Hij zegt hij was uitgenodigd door de NS. We hebben mevrouw Van Vroonhoven gevraagd hoe dat precies zat. En zij zei, alle voorbereidingen voor dit gesprek zijn gevoerd onder de verantwoordelijkheid van de heer Robbe. En daarom komen we bij u met deze vraag. Want waarom diende de heer Manfellotto nou deze geheimhouding te tekenen? Ja, misschien moet ik u de situatie even schetsen. Wij probeerden al een hele tijd om in contact te komen met de heer Manfellotto. We hadden hem uitgenodigd voor een gesprek, al 5 weken daarvoor. Hij was op vakantie, er waren andere redenen waarom hij uiteindelijk niet kon en wilde komen. Dat heeft 5 weken geduurd. Toen ik geloof dat het 29 augustus was, hebben we hem ontmoet in de Hilton in Schiphol. Van tevoren hebben we hem inderdaad gevraagd of hij een zogenaamde non-disclosure agreement wou tekenen. Dat is heel gebruikelijk als je gaat praten met elkaar over hoe gaan we nu verder en is er een mogelijkheid van een bepaalde settlement. Want je wil zo'n gesprek hebben in vertrouwelijkheid. Wat je niet wil is dat zo'n discussie in de pers plaats gaat vinden. Hè? Dus dat was eigenlijk een voorwaarde om dat gesprek te kunnen hebben over hoe nu verder met elkaar. We hebben hem dat document van tevoren toegestuurd. Dus hij was zich daarvan bewust. Een aantal dagen van tevoren al. Hem gevraagd ook of hij dat van tevoren wou tekenen. Daar heeft hij niet op gereageerd. En hij heeft het meegenomen, de meeting in. En daar is hij dat gesprek over aangegaan. Wil ik die nu wel tekenen of niet, zeg maar. Dus hij heeft ook niet toen eerder al met ons het gesprek aangegaan van ik heb hier een probleem mee. Dus wij werden eigenlijk overvallen door zijn reactie. Ik wil hier eerst nog met u over hebben. Was aan de heer Manfellotto duidelijk gemaakt dat de ontmoeting ging over het opzeggen van de koopovereenkomst of over het tot stand brengen van een schikking? Of had hij nog om een of andere reden de indruk kunnen hebben dat het ging over hoe gaan we met elkaar verder? Dat is aan hem welke indruk hij dan ook maar had. En wij vonden het heel duidelijk. Er was een besluit genomen, gesteund door het Nederlandse kabinet, dat we zouden stoppen met de V250. Het feit dat hij er zo lang over deed om zich bij ons uiteindelijk met ons dat gesprek in te gaan, daar had hij zijn eigen redenen wellicht voor. Wij vonden dat wij bij dat gesprek duidelijk moesten maken dat er geen basis was om dat de treinen terug zouden komen naar Nederland. Dat we juist het gesprek met hem aan wouden gaan. Hoe gaan we vooruitkijkend dit oplossen? Daarom hebben we daar ter plekke hem laten weten dat we de koopovereenkomst wilden ontbinden. Mevrouw Van Vroonhoven zei dat advocaten voorafgaand aan dat gesprek al het een en ander met elkaar hadden gewisseld. Ging in die wisseling tussen de advocaten alles over het opzeggen van de koopovereenkomst of ging het in die professionele uitwisseling tussen advocaten over het... Hoe gaan we met elkaar verder? En hoe komen we hieruit? Het was voor ons altijd duidelijk, en dat hebben we ook altijd heel duidelijk gecommuniceerd naar Ansaldo Breda. Er is geen basis om door te gaan, want er is een besluit genomen door het Nederlandse kabinet dat we stoppen met de V250. En ik weet dat dat heel moeilijk was voor meneer Manfellotto om te accepteren. En als ik hem gisteren een beetje gevolgd heb, heeft hij het nog steeds niet geaccepteerd, want hij wil de treinen nog weer terug hebben in Nederland. Dat is gewoon geen optie. Dat was altijd voor ons heel duidelijk. Dus dat hele gesprek wat u met de heer Manfellotto had, was omdat de NS uiteindelijk aan wilde sturen op een schikking om... In ieder geval met elkaar in gesprek te gaan, hoe nu verder. Hij was een rechtszaak tegen ons begonnen. Ondertussen stonden de treinen in Watergraafsmeer, die moesten onderhouden worden. Dat was ook onderdeel van de koopovereenkomst, dat wij er allerlei werk aan moesten doen. Zelfs nog zo af en toe met de treinen rijden, zeg maar. Daar wilden we met hem over in gesprek.
Want het idee dat die treinen daar nog 5 jaar zouden staan en daarna naar de schroot zouden gaan, was geen goede oplossing voor ons en ook niet voor hem. Dat gesprek wilden we aangaan en daar wilden we duidelijk maken dat er geen basis was voor het terugkeren van de treinen. Maar ik begrijp dat u niet wilt zeggen dat het een voorbereiding was op een schikking. Maar mag ik wel eruit begrijpen dat het een voorbereiding was op hoe gaan we uit elkaar? Ja, want ik weet niet of het uiteindelijk tot een schikking geleid. En misschien was de conclusie wel geweest, de enige weg vooruit is de recht. We gaan naar de rechtbank en we zien wel hoe dat uiteindelijk uitpakt. Dus we wisten niet van tevoren dat het tot een schikking zou leiden. We wilden alle opties openhouden en met hen verkennen ook hoe zij daarin zaten. De enige optie die niet open was, treinen gaan weer terug naar rijden in Nederland. Dan maken we een stap naar het alternatieve vervoersaanbod. Want tussen de staat en de NS is in 2013 al onderhandeld over het alternatieve vervoersaanbod. Hoe beoordeelt u het onderhandelingsresultaat? Ik denk dat het in de omstandigheden een goed resultaat was. Want we hadden daar brede steun voor van de samenleving en met name ook van de consumentenorganisaties. Toen we dat alternatief pakket ontwikkeld hebben, hebben we heel erg naar de consumentenorganisaties geluisterd. Waar liggen de wensen van de consumenten? We hebben ook heel erg gesproken met de regionale overheden waar die wensen lagen. Die hebben we vertaald uiteindelijk in dit pakket. Wat uiteindelijk ook steun heeft gekregen van de Kamer. Dus wij vonden dat in die omstandigheden luisteren naar de consumenten een goede uitkomst. Een volwaardig alternatief, dus een alternatief wat zou voldoen aan de concessie, was heel erg belangrijk. Anders gezegd, dat een volwaardig voorstel voor een alternatief vervoer ook een voorwaarde was voor het behouden van de HSL-Zuid-concessie door NS-HSA. En vindt u nou dat in dat licht er een voorwaardig alternatief ligt? Kijkend naar de concessie en de afspraken en het vooruitzicht dat de reizigers aanvankelijk had gekregen? Weet u, als u kijkt precies naar de vereisten van de concessie, hè, dan is daar niet aan voldaan. Maar ondertussen waren natuurlijk de consumentenwensen ook veranderd in de loop der jaren. En wat we neer hebben kunnen zetten, hè, is een pakket met meer bestemmingen, met een hogere frequentie en met meer keuze voor de reiziger. Daar waren de consumentenorganisaties blij mee en zijn ze nog steeds blij mee, naar ik begrepen heb. En de staatssecretaris heeft dat ook betiteld als in ieder geval gelijkwaardig, waar sommige componenten wellicht beter zijn en andere slechter. Uiteindelijk ging het er ons niet om. Uiteindelijk ging het er ons om te zorgen dat we het best mogelijke vervoer aanboden dat in die omstandigheden gewenst was door consumenten. Maar, en u heeft het ons verschillende malen horen zeggen, ik leg dat ook aan u voor. Ja. Het verschilt behoorlijk van de concessieovereenkomst. Aanvankelijk was er gedacht 32 hoge snelheidstreinen naar Brussel. We kijken voornamelijk naar het internationale vervoer, want daar is de HSL toch in de eerste plaats voor aangelegd. En een Benelux Plus, en we hebben inmiddels in de verhoren begrepen dat die Plus met name staat voor plus een half uur. Dus dat is eigenlijk het pakket wat aangeboden is. En kunt u dan aangeven dat dat nog wel in het licht van die concessie is wat uiteindelijk was beoogd? Ja. Weet u zegt, die treinen waren met name bedoeld om naar België te rijden. Hè? Die treinen waren ook heel erg bedoeld voor het openbaar vervoer in Nederland. Er gaan veel meer treinen op het Nederlandse stuk. En er zijn veel meer reizigers gaan van Amsterdam naar Rotterdam en naar Breda dan op het internationale stuk. Dus die lijn, wat mij betreft, is aangelegd voor beide type reizigers. De internationale reiziger, maar ook de Nederlandse reiziger. En we hebben de frequentie op de Nederlandse deel van het hoogsnelheidsnet opgevoerd. We hebben ook als onderdeel van dit aanbod een trein laten rijden van Den Haag naar Eindhoven, die ook een stuk over de hoogsnelheidslijn rijdt, waardoor er daardoor ook tijdswinst in zit voor de Nederlandse reiziger. Daarom zeg ik, het was uiteindelijk, en zo heeft de staatssecretaris het ook neergezet, in ieder geval een gelijkwaardig alternatief in onze visie. Maar we hebben veel mensen mee kunnen nemen aan het begin van deze verhoren in de oorspronkelijke gedachte waarom de HSL was aangelegd. En de ministers internationaal al in de vorige eeuw die bij elkaar kwamen met een visie dat we juist internationaal zaken konden doen, dat de Randstad kon worden ontsloten, dat het vliegverkeer
kon worden gesubstitueerd naar de auto. Ik kan toch niet aannemen dat we in Nederland denken dat we het vliegverkeer in Nederland substitueren naar een ander vervoer. De gedachte was toch voornamelijk aanvankelijk internationaal vervoer. En natuurlijk, heel belangrijk, ook hoe kunnen we de Nederlandse reizigers bedienen. Ja, ik denk dat het en-en is. Hè? En naar het buitenlandse vervoer, er rijden meer Thalysen nu. De Eurostar gaat er over rijden naar Londen. Dus dat zijn uitbreidingen. Uiteindelijk in 2021? Nee, 17? Die Eurostar wordt denk ik 2000, dat duurt nog 2 jaar. Ja. Er zijn al extra Thalysen, er rijden 13, 14 keer. Die stopt ook in Lille, er zijn meer bestemmingen wat dat betreft. En ook de Benelux-lijn, die gaat straks in 2017 ook over de hoogsnelheidslijn rijden. Hè? Dus daar wordt de hoogsnelheidslijn ook voor gebruikt, ook voor de Benelux-lijn. Ik begrijp uw redenering. U zegt, we proberen de lijn zoveel mogelijk te benutten met verschillende alternatieven. U zegt heel duidelijk, er is ook een binnenlandse reiziger nu beter bediend. Alleen de commissie legt aan u voor dat die Benelux Plus nu zou kunnen worden gezien als een vervanging van de Vira. Alleen die rijdt niet met een hoge snelheid en die doet veel andere bestemmingen aan, waardoor die er langer over doet dan aanvankelijk was beoogd, namelijk in de concesse, kwestie in 93 minuten naar Brussel. Ja, dat snap ik. Maar zoals gezegd, ik denk, en zo hebben de consumentenorganisaties ook nagekeken, dat u naar het totale pakket zou moeten kijken. Waar er dus ook meer bestemmingen zitten en hogere frequenties. U heeft uw positie helder gemaakt. Bij de HSL-concessie is ook veel discussie geweest over hoe gaan we nu Europees om met in dit geval met name de Belgische spoorwegen. Hoe beoordeelt u nou eigenlijk het risico dat Belgische spoorwegen, buitenlandse vervoerders, echt dienen mee te werken aan een alternatief vervoer? Zoals te lezen is in de HRN-concessie voor 2015-2024, waarin uiteindelijk die hoge snelheidsconcessie is geïntegreerd. Hoe beoordeelt u dat risico? Volgens mij is dat nu goed geborgd. Als we het hebben over de voorbereidingen voor de Vira, dat was nog best spannend. Want toen de concessie getekend werd, moesten er nog afspraken met de Belgen afgerond worden. Die waren nog niet klaar. Daar had de staat ook een rol in om die afspraken af te ronden. En eigenlijk zijn die afspraken, ik zou bijna zeggen, geloof het of niet, 1 of 2 weken voordat de Vira naar België ging, zijn die tot finale conclusie gekomen met de Belgen. Dus die relatie, dat is nog best spannend. Toen geweest ook. Ook omdat het belang van de Belgen voor wat betreft de hoge snelheidslijn toch anders ligt dan het belang voor de Nederlanders. En de contractuele situatie daar ook anders is. Vooruitkijkend hebben wij goede afspraken kunnen maken met de Belgen. En ik moet ook zeggen, met de overgang van meneer De Scheemaker naar de heer Cornu, dat ook onze samenwerking wat meer professioneler eigenlijk is geworden. Ja. Want u heeft waarschijnlijk ook de heer Scheemaker hier zitten glimmen in de stoel toen wij hem vertelden dat we toch zagen gebeuren dat de Thalys, waar de Belgische overheid en de Belgische spoorwegen steeds groter belang in hebben, het in die zin gewonnen heeft van een hoge snelheidstrein die vanuit Nederland naar België zou gaan. Hoe keek u daarnaar, naar dat stukje van het vervoer? Nou, weet u, voor mij is het niet winnen en verliezen. Je moet vanuit de reiziger denken. En ik denk dat het goed is voor de reiziger dat de frequentie van het Thalys omhoog is gegaan. Want er is ook een hoge bezettingsgraad daar. Er was gewoon vraag naar in de markt. Dus ik vind dat een goede uitkomst als zodanig. En ik zie dat niet als winnen en verliezen. Ik zie dat als partners samenwerken aan het beste product voor de reiziger. En ik vind dat die sfeer nu veel meer doorklinkt dan we wellicht in het verleden gezien hebben toen meneer De Scheemaker er nog zat. Een andere persoon die wij spraken in de verhoren was de heer Hettinga. En die heeft aangegeven dat de NS eigenlijk door de integratie van de Hoge Snelheidslijn Zuid met de hoofdrailnetconcessie eigenlijk dat laatste cadeau heeft gekregen. Kunt u daarop reageren? Ja, het voelde niet als een cadeau. Het voelde als een verantwoordelijkheid naar de reiziger toe om een zo goed mogelijk product neer te zetten. En alle partijen op dat moment zagen dat integratie van hoofdrailnet en HSL een beter product voor de reiziger uiteindelijk op zou zetten. Dat vonden de mensen bij NS, maar werd ook heel duidelijk zo gedragen door de ministeries en uiteindelijk ook ondersteund door uw Kamer. Dus ik denk dat de oplossing die we gevonden hebben
uiteindelijk goed is voor de reiziger. En ja, daar is dan op dit moment geen plaats voor de heer Hettinga. Vanuit zijn positie zou ik dat ook zeggen. Want natuurlijk wil hij graag verder voor zijn bedrijf toegang hebben tot de Nederlandse markt. Dat snap ik. Maar dit is denk ik de beste uitkomst voor de reiziger geweest. Maar was het ook een cadeau voor de NS? Nee, want wat we uiteindelijk met elkaar afgesproken hebben is een marktconforme concessie. We hebben daar niet extra geld van de staat gekregen. Dat zou ik helemaal niet gemogen hebben, want dan zou het staatssteun geweest zijn. Dus het was nog altijd goed met elkaar afstemmen van wat kan wel en wat kan niet. Niet te veel, niet te weinig. De uitkomst is denk ik een gebalanceerde uitkomst die ook voldoet aan de Europese wet en regelgeving en marktconform is. Dat is ook extern getoetst. Hmm. Maar wanneer we terugdenken aan het verhoor met de heer Hettinga, was hij toch heel duidelijk van kijk, en dat kijken we ook naar de verhoren terug die we eerder deze maand hebben gevoerd, vorige maand zelfs al. Het idee van, het was eigenlijk één wens van de NS om het totaalpakket te krijgen. Er alles aan doend om dat voor elkaar te krijgen. En dan vliegen we door de tijd en dan zien we wat er allemaal is gebeurd. En is dat precies wat er uiteindelijk gebeurt. Dus snapt u wel dat de heer Hettinga zegt, dit is gewoon de wens altijd en daarom in die zin een cadeau? Dus zoals gezegd, ik snap zijn redenering vanuit zijn perspectief. Wij voelen verantwoordelijkheid als bedrijf om een bijdrage te leveren, zo goed mogelijk bijdrage te leveren aan de mobiliteit van Nederland. Dat is waar wij voor staan. En wij denken dat dit product dat inderdaad aflevert. En dat mag u ook van ons verwachten. Wij zijn een staatsbedrijf. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid in dit land. En voor dat product, daar staan we met z'n allen. En nu heeft wel de Federatie Mobiliteitsbedrijven van Nederland, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland moet ik zeggen, niet van, tussen, bezwaar gemaakt tegen de onderhandse gunning op deze manier van een nieuwe geïntegreerde hoofdrailnetconcessie. En een van de argumenten is dat die twee niet zo samengevoegd hadden mogen worden. Hoe beoordeelt u nou dat bezwaar? Nou, daar hebben onze juristen, maar ook de landsadvocaat, uitgebreid naar gekeken. Dat is extern ook geverifieerd. Dat kan en dat mocht. Dat heeft de Kamer ook goedgekeurd. Mocht dat anders zijn, dan is het aan de rechter om daarover te oordelen. Maar ik dacht begrepen te hebben dat ze hun bezwaren ingetrokken hebben. Maar misschien ben ik dan niet goed geïnformeerd. Niet om flauw te doen, maar ik sla aan op wat u zegt. Ja. U zegt onze juristen en de landsadvocaat. Is eigenlijk precies wat de heer Hettinga aangaf. Het is gewoon één hecht team. Het is niet een bedrijf en de staat. Onze juristen en de landsadvocaat. Nee, dat was helemaal niet zo. Want ieder kwam zelfstandig tot zijn oordeel. Het ministerie werd geadviseerd door de landsadvocaat. En wij werden geadviseerd door onze eigen juristen. Die hebben echt niet samen zitten praten. Iedereen heeft zelfstandig. De landsadvocaat moet ook de Kamer uiteindelijk adviseren. Wij moeten zorgen dat wij juridisch gezien ons aan de regels houden. Dat is een verantwoordelijkheid voor ons als bestuur van het bedrijf. Daarin worden we ondersteund door onze eigen advocaten. Dat zijn twee gescheiden trajecten geweest. En dan kijken we nog even terug naar het verhoor met mevrouw Netelenbos. Die aangaf, het was juist niet de bedoeling om die hoofdrailnetconcessie te integreren met die HSL. Juist omdat er andere doelen werden beoogd. Hele wellicht tegenstrijdige doelen. En dan heb ik het met name weer over die substitutie. En waarom hecht nou de NS zo aan die geïntegreerde concessie? Kunt u dat, de commissie, nog één keer helder maken? Ja, omdat we dan een breder palet van diensten aan kunnen bieden aan de Nederlandse reiziger. Ik noemde bijvoorbeeld al de trein die we nu in gaan zetten van Den Haag naar Eindhoven over het hoofdrailnet. Dat had anders, als wij geen toegang hadden gehad tot het hoofdrailnet, nu het geïntegreerd is, kan je het als één systeem optimaliseren. Ook de inrichting van de dienstregeling tussen Amsterdam en Rotterdam over de hoge snelheidslijn. Er zijn ook treinreizigers die via de oude route gaan via Leiden. Door dat als één dienstregeling op te zetten, kan je het beste product aanbieden voor de reiziger. En dan roep ik nog één opmerking van mevrouw Netelenbos in herinnering. Die zei, onze grootste vrees was dat over die HSL zou worden geboemeld. Is dat niet uiteindelijk wat er gebeurt? Want die treinen die gaan rijden, die gaan niet met een hoge snelheid. Dus dat is niet een benutting van een hoge snelheidslijn. Nou, had daar ook een andere mogelijkheid voor geboden kunnen worden? Nou, weet u, de treinen naar België, de Italische, die gaan met 300 kilometer per uur. Ja. Het grootste gebruik is in Nederland. En dan maakt het eigenlijk heel weinig uit of je met 200 of met 300 kilometer per uur rijdt. Het lijkt misschien zo, 300 kilometer per uur is veel sneller. Maar die treinen trekken veel langzamer op.
En voordat ze op topsnelheid zijn, moeten ze al bijna weer afremmen in Nederland. Dus de tijdswinst van een hoge snelheid is zeer gering met de korte afstanden die je in Nederland hebt. Dus ik noem het geen boemelen, het is gewoon een efficiënt gebruik van de lijnen. Dank u wel. Ik geef de heer Van Gerven het woord. Ja, meneer Robben, kunnen wij nu, of we kunnen constateren dat ten opzichte van het oorspronkelijke beoogde vervoer, 32 hoge snelheidstreinen van Amsterdam naar Brussel, dat niet wordt gerealiseerd. En met de laatste plannen die zijn afgesproken met het kabinet. En u zei zojuist, maar de Thalys gaat vaker rijden. Kunt u nou, laten we zeggen, de reiziger garanderen dat, want er wordt voorgesteld om in ieder geval 16 Thalys te laten rijden en 2 Eurostar. Kunt u ons garanderen dat dat ook gaat gebeuren? Dat dat een zekerheidje is voor de toekomst? Ik geloof dat ik iets moet nuanceren. Ik dacht dat de laatste 2 treinen van de Thalys alleen ingezet zouden worden als er voldoende reizigersvraag is. Maar ik zal even de aantekeningen moeten nakijken. Ik dacht dat we 13 of 14 hadden aangeboden gegarandeerd en 2 als daar voldoende extra vraag was voor de Thalys. Die 14 garanderen we. Dat staat ook in de notitie die aan de Kamer gestuurd is. Ik heb het hier niet bij de hand, maar die hebt u ongetwijfeld toegang. Maar goed, in het Venusplan zeg maar, staat in totaliteit 18 als beoogd. U zegt, ik kan er 16 garanderen als ik u zo beluister. En dan kunnen we dus constateren dat ten opzichte van het oorspronkelijke plan in 2001... dat het aantal aangeboden hoge snelheidstreinen gehalveerd is met het laatste voorstel. Ja. Laat ik even heel duidelijk zijn. Wij garanderen wat we toegezegd hebben aan de Kamer. Naar aanleiding van het alternatieve aanbod. Daar staan we achter en dat gaan we afleveren. Naast de Thalys en de Eurostar zit daar natuurlijk ook de Benelies plus in. Hè? En dat is een plus, dat wil ik toch ook even duidelijk maken. Want de vorige Benelux, de oudere Benelux, ging over het conventioneel spoor. En ging via Roosendaal. En ging daarna op daar zat veel meer langzaam spoor ook tussen. Uiteindelijk gaat de Benelux over het conventionele spoor van Amsterdam naar Leiden en naar Rotterdam. En daarna gaat hij de hoge snelheidslijnen op naar Antwerpen. Ja. En dat is dus echt een plus, want dat laatste stuk gaat sneller dan wanneer je met de oude Benelux was gegaan. Dat heeft u herhaald nu. Maar goed, we kunnen toch constateren dat, samenvattend, dat van het oorspronkelijk beoogde vervoer van 32 hoge snelheidstreinen er 16 zeker zijn en het wellicht 18 worden. En daarnaast een langzamere variant, de Benelux Plus, maar dat is natuurlijk geen hoge snelheidstrein. Die 16 waren meer dan in de oorspronkelijke in het oorspronkelijke plan zaten. Dus die treinen die 300 km per uur gaan, die Thalysen, zijn extra. De bestemming Londen en Lille is ook extra. Maar ik ben het met u eens, er gaan minder hoge snelheidstreinen de grens over dan we oorspronkelijk in het jaar 2000 voorzien hadden. Maar erkent u dat het ten opzichte van 2001... dat het aantal hoge snelheidstreinen gereduceerd is van 32 naar 16, die u nu garandeert en wellicht 18 als er vraag naar is. Ik legde. Nee, u heeft dat zojuist uitgelegd. Ja. Het gaat er ons ook om dat we toch ook feitelijkheden vaststeren van wat er gerealiseerd wordt ten opzichte van de oorspronkelijke beoogde plannen in 2001. En u hoeft eigenlijk alleen maar ja of nee te zeggen. Of ik garandeer u dat wat we aan de Kamer aangeboden hebben, dat pakket, dat we dat gaan afleveren. Maar goed, dat betekent dus feitelijk een halvering, zeg maar, grosso modo, van het aanbod van de hoge snelheidslijnen. En dat werd toen beoordeeld door de consumentenorganisaties als pakket, als gelijkwaardig. En daar zitten plussen en minnen in. Goed, maar we constateren dit. Ik geef het woord aan de heer Elias of mevrouw Vos. Ja, meneer Robert, net zei u dat het bezwaar van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland is ingetrokken. Klopt dat niet? Ik dacht zoiets gehoord te hebben, maar. Waar had u dat gehoord? Op kantoor van onze mensen, maar misschien heb ik. Misschien klopt dat niet. We weten het niet zeker, maar heeft u het kantoor van de NS gehoord? Dat dacht ik begrepen te hebben, ja. Maar ik laat het even in het midden. Ik sta hier onder Ede, dus ik moet uitkijken wat ik zeg.
Maar mocht het bezwaar er nog steeds zijn, dan zien we dat met vertrouwen tegemoet. Want we hebben gewoon daar een hele goede analyse op gedaan. Dat is extern geverifieerd. We zien dat gewoon met vertrouwen tegemoet. Als de rechter een uitspraak over doet, dan wachten we dat gewoon af. Oké, dus wat u net zei, dat weet u echt niet zeker. Dat is misschien eerder wensdenken geweest. Ik zit nu te twijfelen, omdat u twijfelt. Want ik dacht, dan zal het wat algemeen bekend zijn. Laten we dat even in het midden laten. We kunnen dat makkelijk uitzoeken in de afloop van deze. Ja, wij hebben het in ieder geval niet gehoord van de heer Hettinga gisteren. Dus dan zijn we ook benieuwd. Meneer Robbe, u heeft net een statement gemaakt. Volgens mij een redelijk emotioneel statement. De excuses aan de reiziger. Dat hebben we gehoord. En dan zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd welke lessen de Nederlandse spoorwegen nu hebben getrokken uit het hele VIRA-dossier. Ja. Kunt u ons dat vertellen? Absoluut, ja. Want het was natuurlijk toch wel ook een ingrijpend gebeuren voor ons als bedrijf. Dat kwam ook wel even door in mijn statement, dat ons dat ook geraakt heeft en dat we daarvan moeten en zullen leren. En ook al veel dingen geleerd hebben. Laat ik misschien beginnen met het aanschaffen van treinen. Hoe doen wij dat nu? We hebben nu een hele gestructureerde aanpak met een stuurgroep waarin alle bedrijfsonderdelen vertegenwoordigd zijn en alle afdelingen. En daarnaast werkgroepen die de diverse projecten aansturen en waar heel veel communicatie is iedere maand tussen de werkgroepen en de stuurgroep. Waar die werkgroepen, tegenwoordig de mensen zitten allemaal bij elkaar op één afdeling. Dus niet verspreid door allerlei gebouwen of locaties heen. Dus de samenwerking is veel meer geïnstitutionaliseerd. En ook het overleg, de informatiestromen, door de manier waarop we het ingericht hebben, gaat veel meer van boven naar beneden op een geïnstitutionaliseerde manier. Dat gaat dan ook omhoog naar onze executive committee, die alle belangrijke besluiten neemt. En zelfs naar de Raad van Commissarissen. En wat we ook geïnstitutionaliseerd hebben, dat commissarissen regelmatig komen kijken op de werkvloer van wat is er nu. Zodat we die gesprekken met elkaar kunnen hebben. Van zijn alle dilemma's die er zijn, worden die nou goed begrepen? Een ander ding, misschien is het goed om te vermelden. We hebben een zogenaamde projectenbarometer geïntroduceerd. Je kunt zeggen, ja, wat is dat nou? Met smileys? Waarin we regelmatig aan de diverse medewerkers, maar ook aan stuurgroepleden vragen te evalueren van hoe gaat dat nou eigenlijk? Kunnen de dilemma's besproken worden? Heb ik voldoende middelen? Heb ik voldoende kennis mijn werk goed te doen? En de mensen die het werk doen en de mensen in de werkgroep vullen dat in. En de stuurgroepleden vullen dat ook in, onafhankelijk van elkaar. En dan zitten we met elkaar, zoals we hier zitten, te praten van waarvoor zitten er nou verschillen in? Waarom is er nou een verschil in perceptie? En wat kunnen we daar met elkaar aan doen? Dus een cultuur van eigenlijk het delen van issues. En het ook bespreekbaar maken van zaken die wellicht in de weg zitten. Dat hebben we veel meer geïnstitutionaliseerd als onderdeel van de lessons learned van de VIRA. Waardoor dus informatie goed van boven naar beneden en van links naar rechts met elkaar gedeeld wordt. Dat is één van de verbeteringen die we ingevoerd hebben. Een andere is de relatie met leveranciers van treinen. Veel meer heel echt vooraf met leveranciers in gesprek gaan. Audits uitvoeren, kijken waar staan hun sterke en zwakke punten. En gezamenlijk dan bepalen van hoe gaan we nou het proces zo inrichten dat we de beste garanties hebben dat we een goede trein afleveren. Ieder met zijn eigen contractuele positie, maar wel in een model die gericht is op een goede introductie van die trein. Waarbij je dus in een samenwerkingsmodel zit. Onderdeel van daar is ook dat we na 6 treinen het proces stoppen en met elkaar gaan kijken van welke issues zijn er nu uitgekomen. Na 6 treinen? Ja, nadat de 6 treinen gemaakt zijn in de fabriek, dat we dan een proces stoppen en zeggen van we gaan nu eens even alle issues op een rijtje zetten en samen daar een plan voor maken. In plaats van door te blijven produceren en op het eind het proberen op te lossen, willen we issues oplossen zoals ze zich voordoen in een proces. Nou, ik kan nog even doorgaan. Bewezen technologie is natuurlijk ook al eerder genoemd hier. Die VIRA was toch een nieuwe trein die eigenlijk niet bestond en die gemaakt moest worden. Wij kopen nu treinen die al wel bestaan. We hadden het over de Intercity nieuwe generatie die straks gaat rijden. Er zijn 4 leveranciers die op de shortlist staan. We hebben al die 4 treinen al gezien. De stuurgroep en mensen van de werkgroep, onze technische mensen, maar ook onze mensen
vanuit de klantenkant. Ja. Zijn al deze treinen zijn meegereisd met die treinen, zodat we een veel beter beeld hebben van wat is er nu eigenlijk in de markt. Nou, ik zou nog even door kunnen gaan, maar misschien moet ik even pauzeren. Ja, dit, toch, het zijn wel een beetje voor de hand liggende lessen. Dit had toch eigenlijk al veel eerder gekund? Of gemoeten? Ja, weet u, het verleden is het verleden. Hè? Daar waren bepaalde processen hoe dat werkt. Ook in een andere structuur kunnen dingen opgelost worden. Ja. Wat ik wel weet is dat in de huidige structuur dingen gewoon goed werken. Als ik met de mensen praat die er nu in zit, die vinden het ook fijn dat dat zo loopt en dat dingen goed aan de orde gesteld worden. Dus het voelt ook gewoon als een echte vooruitgang. En dat hoort bij, denk ik, ook een bedrijf die gewoon lessen leert uit het verleden. Het is altijd makkelijk om terug te kijken en te zeggen van, had het toen niet beter gekund? Ik denk de kracht van een organisatie is dat je leert van het verleden en dingen dan weer een stap verder brengt. Maar goed, u werkt dus meer samen, u zit samen op kantoor, wordt minder verspreid. Dat is eigenlijk een belangrijke les. Dus wat meer samenwerken. Wat, ja. Ja, ook samenwerken dus binnen de organisatie, maar ook naar buiten, met de leverancier bijvoorbeeld. En tot dan toe zat iedereen in zijn eigen eiland. Maar Nou, er waren ook processen, maar dit is veel meer gestructureerd. Dat we maandelijks bij elkaar zitten, dat we zo'n projectenbarometer invullen. Dat mensen, doordat ze bij elkaar zitten, meer automatisch die gesprekken hebben. En vroeger moest je er harder aan werken om dat tot stand te brengen. Ja. Wat u zei over de projectenbarometer, heeft dat iets te maken met een andere cultuur die u dan probeert te implementeren? Ja, denk aan soft controls. Hè. Dilemma's bespreekbaar maken, niet alleen met oplossingen komen. Maar zeggen van, nou, hier zitten issues aan. Hoe gaan we dat wegen? Is daar voldoende ruimte? Hè, om dat te doen. En door zo'n projectenbarometer merk je hoe mensen erin zitten. Een cultuurverander is best lastig. Hoe lang bent u daarmee bezig? Nou, we zijn daar vrij snel na de 4 jaar mee begonnen. Eigenlijk, de taskforce was al de eerste stap. We waren daar natuurlijk toe gedwongen om het op een andere manier aan te gaan pakken toen die treinen stopten. Dat was al een andere manier van samenwerken. We hebben die evaluaties toen afgerond. Er is ook een intern evaluatierapport geweest. Wat we ook gedeeld hebben met het ministerie. En toen hebben we gezegd, daar moeten we mee aan het werk. Toen zijn we dus dit soort dingen in gaan richten. En net wat u zegt, cultuur veranderen is hard werk. Dat los je niet in een jaar op. Maar we merken wel dat er echt stappen vooruitgezet zijn. En daar moeten we op voort blijven bouwen. Wat we met name moeten doen is die dialoog gaande houden. Niet alsof we nu alle oplossingen hebben, maar wel samen blijven werken gewoon aan een voortdurende verbetering van het product wat we graag neer willen zetten voor onze reizigers. En dit helpt zeker, ja. En dat was tot dan toe niet de insteek? Ik bedoel, het klinkt nog een beetje algemeen. Natuurlijk was dat toen ook de insteek. Maar het is nu anders ingericht. Doordat we het anders gestructureerd hebben en meer geborgd hebben in de werkprocessen in de organisatie. En betekent dus ook harder werken voor de directie? Want je moet je met veel meer dingen gaan bemoeien. Is dat ook een uitkomst? Ja, anders werken, laat ik het zo formuleren. Ja, we werken altijd al hard, maar toch keuzes maken. En ook als directie, dus veel op de werkvloer zijn. Dat gebeurde toen ook wel, maar nu is het eigenlijk onderdeel van het hele proces. Ook als directie, ik ben meegeweest. Ik heb die 4 treinen waar we geweest zijn in Frankrijk, in Duitsland, België en Noorwegen zijn we geweest om de IC nieuwe generatie te bekijken. Ik ben gewoon meegegaan, ook met de mensen van de werkvloer, om samen te ervaren hoe dat dan is. En dat helpt gewoon ook om daarna, als er issues zijn, om die bespreekbaar te maken. Ik denk dat de heer Manfalotte dat ook wel zal waarderen, dat nu de directeur wel meegaat. Ja, dat is ook iets. Hè. Zorgen dat je op alle niveaus de juiste contacten hebt. Ja. Dus ook dat de mensen op de werkvloer de contacten hebben met de mensen in de fabriek waar die treinen gemaakt worden. En dat we op het meest hoge niveau, directieniveau, ook de contacten hebben. Dus ik heb goede relaties met de counterparts bij de diverse bedrijven die de treinen voor ons produceren. Ja. Nog even over die treinen. Proven technology van de plankopen. Dat was ook het uitgangspunt toen destijds die Vira werd gekocht. Hoe waarborgt u nu dat het ook echt proven technology is? Want dat was toen het uitgangspunt en uiteindelijk werd het door allerlei aanpassingen een ja, toch redelijk nieuwe trein. Hoe doet u dat nu? Ja, weet u, we gaan eerst naar de markt en we vragen aan de leveranciers, wat kan je nou eigenlijk leveren? We hebben een stramien van dit is wat we graag zouden willen hebben, maar we hebben aan de leveranciers gevraagd van, wat hebt u nu beschikbaar? Zodat we vooraf dat debat aangaan
Van nou, dit kan wel en dat kan niet, of dit zijn daar de consequenties. Maar dat is toen toch ook gebeurd? We hebben dat aanbestedingsproces met de heer Smulders helemaal uitgeplozen. Dat was toen ook precies wat er gebeurde. Ja, weet u, daar was ik niet bij. Dus u vraagt me, hoe gaat het nu? We hebben veel minder specificaties naar de leveranciers toe. Van eigen eisen die we hebben. Die lijst is gewoon veel korter. En de lijst is afgestemd met de leveranciers, zodat zij gezegd hebben, als er bepaalde lokale wensen zijn, ja, die kunnen we incorporeren. Dit is zoals we het nu doen. En als we er niet uitkomen, dat is misschien ook iets om te benadrukken, dan gaan we die dilemma's niet uit de weg, maar bespreken we ze ook met het ministerie en zelfs met uw Kamer. Bijvoorbeeld de discussie over 200 versus 220 kilometer per uur. Misschien herinnert u zich dat nog. In de markt zijn treinen voor 200, maar er is geen markt voor 220. Nou, we hebben dat gewoon met elkaar goed doorgesproken. Dus moeten we nou eisen accepteren waarvan de markt al zegt, ja, dan moeten we echt een hele nieuwe trein gaan maken. Daar zijn we samen uitgekomen om te zeggen, wij kopen een trein zoals die al bestaat. Nou, dat is goed dat ook met de Kamer die dialoog op die manier plaatsvindt. U begrijpt dat het wel een beetje grappig is dat u nu zegt, er is geen markt voor treinen die 220 kunnen, terwijl dat de hele inzet was in 2001 tot 2004. Dat is een hele late ontdekking. Ja, maar toen zijn er afspraken gemaakt zoals ze gemaakt zijn. Ja. Op dit moment zijn er geen goede treinen in de markt op het Nederlandse net 220 kilometer per uur te rijden. Maar ik vraag me dan toch echt af, is er echt een analyse gemaakt van wat er toen misging met de aankoop van treinen? We horen eigenlijk dezelfde dingen. Er is een uitgebreide analyse gemaakt van wat is er misgegaan bij de Vira. Een heel dik rapport hebben zeer uitgebreid met de commissarissen en ook als directie en in het bedrijf over gesproken. Ook gedeeld met het ministerie. En daar hebben we onze acties op ondernomen. En ik noemde hier een paar. Een andere punt wat natuurlijk ook genoemd is, zorg dat je een fallback hebt. Dat is denk ik eerder benoemd. We hadden uiteindelijk het ondenkbare, dat de treinen niet zouden rijden. Ja. Hebben we onvoldoende ons gerealiseerd. Hebben we toen niet in de Vira meegenomen. Dat hadden we gewoon eerder op moeten pakken. Dat zou je nooit meer zo doen. Zeg maar een dienstregeling afspreken waar er niet een backup is. Niet een backup trein en een backup lijn. Absoluut. We moeten altijd zorgen dat we een fallback hebben. Hoe ingewikkeld dat dan ook mogen zijn. En dat is er misschien geen ideale fallback. Maar je moet niet verrast worden dat als het misgaat, dat je dan opeens met lege handen staat. Ook dat lijkt mij een redelijk evidente les. Hè? Als ik ook kijk naar de missie van de NS en ook ProRail, dat je dat hebt. Ik probeer een beetje te begrijpen van waarom dat zo'n incident nodig had. Weet je, het is een beetje een black swan. Hè? Van, wij geloofden niet dat uiteindelijk de Vira niet zou gaan rijden. Wij dachten altijd van, het komt uiteindelijk toch nog goed. We moesten stoppen en niet meer met de Vira door konden gaan. Ja, dat was bijzonder teleurstellend voor ons. En misschien is dat de black swan die we niet hebben gezien. En dat had misschien te maken met een cultuur. Dat probeer ik toch nog even terug te pakken naar die cultuur. Dus dat er vaker naar elkaar wordt geluisterd als men er niet uitkomt. Er waren natuurlijk een aantal mensen geweest die hadden gewaarschuwd voor de kwaliteit van die trein. En of dat wel mogelijk was. Is dan ook een onderdeel van die cultuur dat die waarschuwingen dus een andere plek krijgen? Of? Ja, toen waren er ook processen waarin dat besproken werd. Daar waren ook werkoverleggen waar dat soort dingen in naar voren kwamen. Toen waren er ook actieplannen waarop geacteerd werd. Wat wij nu gedaan hebben is het veel meer gestructureerd ingericht om zeker te stellen dat wat er ook is, dat het tijdig naar voren komt. En ik denk dat deze structuur ons gaat helpen. Het is misschien ook goed om te delen. Mott MacDonald bureau heeft een audit uitgevoerd naar de manier waarop we het nu ingericht hebben. Ook mede op verzoek van het ministerie. En die heeft gezegd, de manier waarop jullie nu werken is aligned met industry best practice. Dus ook extern geverifieerd, zoals we nu opereren, is het beste eigenlijk wat je kan doen in onze omstandigheden. En natuurlijk moet je blijven leren. Ja. Dus u heeft de les ten aanzien van de dienstregeling gezegd, altijd een backup. Wat zijn de lessen ten aanzien van het proefbedrijf bij een nieuwe trein? In ieder geval, je richten op de indienstneming van de trein. Het gaat erom dat de trein, als die kan rijden, ook aan de dienstregelingseisen kan voldoen. Dat is het doel van de dienstregeling, maar de heer Oosthoek heeft hier een aantal suggesties gedaan over het proefbedrijf. Neemt u die volledig over?
Die heb ik even niet scherp, om eerlijk te zijn, wat die suggesties van de heer Oosthoek zijn. Hem helemaal volledig uitvoeren? Het proefbedrijf uitvoeren? Ja, helemaal volledig en niet halverwege stoppen. Dat lijkt me een goede suggestie, ja. Maar dat is nog niet een van de lessen die u geïdentificeerd heeft? Ik heb even niet scherp hoe we het proefbedrijf ingericht hebben. De volgende introductie van de treinen in het proefbedrijf is eind 2016. Ik weet wel dat we al die lessen meegenomen hebben en die verwerkt hebben in onze nieuwe procedures. Een van de doelen van NS bij het verkrijgen van die HSL Zuid-concessie en later ook bij het strategisch plan van HSA 2010 was om met het oog op de toekomst ervaring met hoge snelheidsvervoer op te doen. Is dat nog steeds een ambitie van de NS? Weet u, misschien was die ambitie toen wel te groot. Als we gewoon kijken van hoe het hogesnelheidsnet zich ontwikkeld heeft. Er is maar één lijn van Nederland naar Brussel en dan naar Parijs. Daar willen we optimaal gebruik van maken. Een heel net in Europa, wat misschien vroeger een soort visie was, die is gewoon niet ontstaan vanuit Nederland in ieder geval. Wij moeten ons denk ik concentreren op het hoofdrailnet en dat goed regelen. Ook het kort grensoverschrijdend verkeer goed regelen en dan die ene lijn optimaal bedienen. Maar we moeten dat altijd doen samen met partners. En daarom is Thalys, denk ik, een goede constructie waarin we samenwerken met NMBS en met SNCF, die gewoon uitgebreide ervaring heeft in het rijden van hogesnelheidstreinen. Dus ik begrijp dat de NS de hoge snelheidsambitie heeft opgegeven. Ja, wij willen wel inzetten op de hogesnelheidslijn naar Parijs en doorverbindingen vanaf daar. Mm-hmm. Dat we zelf een zelfstandig hogesnelheidsbedrijf zouden moeten hebben, die hebben we niet. Nee, helder. De afgelopen weken hebben de schijnwerpers gestaan op een aantal zaken bij de NS die niet goed zijn gegaan. Hoe gaat u nou voor zorgen, als interim of als CFO, dat NS daadwerkelijk uitvoering geeft aan die getrokken lessen voor de toekomst? Ja. Weet u wat gebeurd is zeer betreurenswaardig en niet acceptabel, hè, de afgelopen weken. Laat dat gewoon heel duidelijk zijn. Heeft mij, maar ook ons personeel, heel erg geraakt. Hè? Want dat zijn dingen die moeten niet gebeuren in een bedrijf als NS. En ons is terecht een spiegel voorgehouden, ook door de minister. Van hoge standaarden waar wij aan moeten voldoen qua integriteit. Hè, die waardes die er ook zijn, zijn vaak de kern van waar we voor willen staan als bedrijf en waar veel van onze mensen ja, ook die persoonlijke waarden juist hebben. Daarom raakt ons dit zo erg. Ze zeggen van ja, dit hoort toch niet bij ons bedrijf. Hè? Maar we realiseren ons ook dat we iets recht te zetten hebben en dat we daar gewoon mee aan het werk moeten. Dat is wat onze mensen van harte willen. Dat gesprek ben ik ook gelijk met ze aangegaan toen het naar buiten kwam. Om die emoties die mensen hebben van dit hoort toch niet zo bij ons, dit mag toch niet en dit willen we niet. Mm-hmm. Om daar ruimte voor te geven. Maar ook daar niet bij stil te blijven staan en te zeggen wat gaan wij nou doen met elkaar. Wat leren we ook hiervan? Hoe gaan we zorgen dat ethisch gedrag echt geborgd, wat we allemaal willen, dat het ook echt geborgd is in de manier waarop we ons werk doen. En dat betekent dus dat we daar programma's voor op gaan zetten. Dat we ook bijvoorbeeld een directeur ethiek en compliance op het hoogste niveau in onze organisatie gaan benoemen. Dat we een externe review ook ondersteunen. Sorry, op het hoogste niveau een statutair directeur ethiek en compliance. Gaat die zat nog niet, dat was nog niet belegd in het directieoverleg. Jawel, maar dat was niet een aparte statutair directeur. Er zijn nu twee statutaire directeuren. Nu maar één eigenlijk. Mm-hmm. Maar er komt een aparte directeur ethiek en compliance. En risicomanagement. En risicomanagement. Ja, die komt apart op dat niveau. Die functies waren er natuurlijk al wel. Ja. Maar die waren lager belegd in de organisatie. Er wordt één persoon nu ook echt belast met ethiek, zeg maar, bedrijfsethiek. Klopt. En integriteit. Ja. Maar we gaan ook een heel programma opzetten. En dat betekent dus training van onze mensen. Dialoog over van, ja, wat zijn nou die issues? Snappen we die voldoende? Zijn de regels duidelijk? En als ze niet duidelijk zijn, hoe ga je daarmee om? En dat lijkt een beetje, ik bespreek net, omgaan met dilemma's. Hoe doen we dat in ons bedrijf? Ik zie het ook als een kans, ook om aan die cultuurverandering waar we aan willen werken, ook hier weer van te leren en daar met elkaar aan het werk te gaan. En het fijne is, het sluit echt aan bij de waardes die de mensen voelen. Dus hier is een ruimte
om van te leren met elkaar. Maar je leert ook als je goed begrijpt van hoe het nou kon dat bepaalde ethiek of bepaalde waarden blijkbaar waren weggeglipt. Heeft u daar een analyse van gemaakt? Ja, we hebben een nog niet gemaakt en niet klaar. Er is een bureau wat onderzoek doet in opdracht van de Raad van Commissarissen. onze minister heeft dinsdag denk ik in de Kamer toegezegd dat ook hij de co-opdrachtgever daarvan wil zijn om echt een analyse te doen. Ja, wat was er nou mis? Waarom is het misgegaan? Zit het aan de harde controles, de procedures en de regels die allemaal op papier staan? Nou, ik denk zelf dat dat wel redelijk voor elkaar is, maar daar gaan we ook naar kijken. Maar hoe komt het nou dat mensen niet altijd die regels toepassen? En als de regels niet toegepast worden, hoe kan het dan dat dat niet naar buiten komt? Waarom bespreken ze dat niet met hun lijnbaas? Is er niet een andere manier waarop je dat naar buiten kan brengen als er iets misgaat? Nou, dat onderzoek, dat loopt. Dat gaat een paar maanden duren en wordt dan teruggerapporteerd aan de Kamer, neem ik aan. En de acties die daaruit voortvloeien, die gaan we implementeren. Die ene actie van een directeur over ethics en compliance, dat is al duidelijk dat we dat gaan doen. Uitgebreidere trainings- en bewustwordingsprogramma's, dat is ook duidelijk. Maar hier komen we nog andere acties uit voort die we gewoon nodig hebben als bedrijf. En die compliance officer, even voor de mensen die niet weten wat compliance is, dat is gewoon je houden aan de wet en regels. Iemand die dus daar specialist in is. Ja. Dat wordt dus nu apart belegd ook bij diezelfde persoon die ook de integriteit gaat bewaken. Dat klopt, ja. Dus zo serieus nemen het op het allerhoogste niveau daar iemand specifiek voor aan te stellen. Oké, dat is inderdaad niet echt nu het onderwerp van ons onderzoek, dus ik laat het hierbij. Ik ga even terug naar de lessen. Die getrokken zijn uit het VIRA-dossier. Vindt u nou dat de onderneming NS, in de brede zin van het woord, als het bedrijf dat het publieke belang van openbaar vervoer en reizigers moet behartigen en ook die opdracht heeft gekregen, vindt u nu dat die onderneming het maatschappelijk belang voldoende heeft geborgd in dit dossier? Weet u, de uitkomst is teleurstellend. Daar is gewoon geen discussie over en dat raakt ons allemaal. Waar we ons wel voor ingezet hebben is al die medewerkers in het bedrijf, en mijn hart gaat ook naar hen uit, die jaren en jaren ze heel hard gewerkt hebben om te proberen juist deze trein op de rails te krijgen, omdat die van belang was voor de reiziger. En dat is ons niet gelukt. Zoals ik al eerder zei, ja, dat spijt ons zeer. Die insteek van wij willen een goede mobiliteit bieden aan de samenleving, dat is wat veel van de mensen in NS drijft. Dat is waarom ze er werken. En dat speelt altijd mee in de beslissingen die we nemen. Punt. Helder. Ik geef het woord aan de heer Elias. Meneer Robber, kunt u de relatie tussen de staat en de NS beschrijven in uw periode als directielid? Ja, ik vind het een professionele relatie en daarnaast constructief. Soms ook uitdagend, want ons wordt wel spiegels voorgehouden. Zowel door onze aandeelhouder als ook door INM. Daar vinden pittige gesprekken plaats, maar op professioneel niveau en op een constructieve basis. In de afgelopen weken zijn er in deze zaal hebben er harde verwijten geklonken over en weer tussen de NS en de staat. De relatie tussen de NS en de staat is bij tijd en wijle zacht gezegd koel geweest. Wat is daarvan volgens u de oorzaak? Weet u, het ik vind dat moeilijk om te beoordelen. Misschien is dat ook iets waar, ja, u hebt heel veel mensen geïnterviewd waar je uiteindelijk een beeld zelf bij aan het ontwikkelen bent. Als ik terugkijk, zijn er inderdaad zaken waarvan je zegt van hoe heeft dat kunnen gebeuren met elkaar? Hoe hebben we dat ook als samenleving? Want zo zie ik het ook. NS is ook onderdeel van ons als Nederland. Hoe hebben we dat kunnen laten gebeuren met elkaar? Mijn insteek is steeds geweest van we moeten er samen uitkomen, ieder in zijn eigen rol. En ik merk ook dat we daar vooruitgang in geboekt hebben. Ik denk dat de situatie nu anders is dan een aantal jaar geleden. Het voelt in ieder geval zeker anders dan wat ik hoorde in uw verhoren, zoals het in het jaar 2001 bijvoorbeeld ging. Wat bent u van plan om anders te doen dan uw voorgangers in de relatie met de staat? Absoluut transparant zijn, data delen, dilemma's delen. Goedkeuring vragen als je twijfel hebt. Met het aanbesteden van treinen bijvoorbeeld ook hebben ze het anders geregeld nu
dat we gewoon op eerdere momenten de staat erbij betrekken en zeggen, wat vindt u ervan? Kunnen we hier uw instemming mee hebben? Ook onze aanlouder heeft natuurlijk in de nota staatsdeelnemingen, er zijn nieuwe afspraken gemaakt. Wanneer je de staat consulteert en hoe die goedkeuringsprocessen lopen. Ik ondersteun dat, want het creëert gewoon duidelijkheid. Impliciet zegt u daarmee toch dat het in het verleden vanuit de NS niet goed gegaan is. Weet u, in die context, hoe dat toen ging, er waren misschien andere omstandigheden. Ik weet dat niet. Ik weet wel dat ik tevreden ben zoals het nu is. En dat we er met z'n allen ons wel flink voor moeten inzetten om dat ook te laten werken. Want iedereen heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheden. Maar binnen die verantwoordelijkheden denk ik dat het zo goed georganiseerd is. De heer Hettinga, die verklaarde hier gisteren dat het hem bevreemdt dat verschillende personen van het ministerie van INM naar de NS overstappen. Hij moet dan onderhandelen met mensen die kort daarvoor nog bij de NS hadden gezeten. Wat vindt u van zijn bevreemding? Ja, weet u, als de kennis en vaardigheden bij mensen van NS zitten die op het ministerie nodig zijn, dan kan ik mij voorstellen dat het ministerie vraagt aan deze mensen om daar te gaan werken. Ook omgekeerd komt voor. Het komt trouwens ook voor dat goede mensen van ons bij meneer Hettinga gaan werken of bij andere concurrenten gaan werken. Omdat die vakkennis die we hebben toch nodig is ook in de markt en ook op het ministerie. Andersom komt ook voor dat de heer Hettinga onderhandeld heeft met mensen bij INM, zoals u net zegt, die overgestapt zijn naar de NS. Dat is de concurrent van hem. Die weten alles van zijn bedrijf. En die zitten nu bij de NS. Dat vindt hij raar. Wat vindt u daarvan? Heeft hij dat met het ministerie besproken? Ik stel u de vraag wat u vindt van zijn bevreemding daaromtrent. Wij zijn er altijd transparant over geweest. Misschien over de heer Fukke, die daar werkt en die bij ons werkt. Ook daar zijn wij transparant over geweest naar alle partijen toe. En zoals gezegd, het uitwisselen van mensen gebeurt in onze industrie omdat er kennis en vaardigheden zitten. Nee, maar transparantie is toch niet het enige criterium. Als je transparant bent over iets dat aantoonbaar onjuist is, ik zeg niet dat dat hier het geval is, maar als je er transparant over bent, is het daarmee nog niet goed. En hij vindt het dus een rare situatie dat hij als bedrijf in de positie is dat zijn gegevens nu via het ministerie bij de concurrent liggen. Nou, wij krijgen geen gegevens over concurrenten van mensen die bij het ministerie binnenkomen. Dat zit in het hoofd van een topambtenaar die naar de NS overstapt. Die hoeft geen dossiers mee te nemen, het zit gewoon in zijn hoofd. Nou, wij krijgen geen gegevens van onze concurrenten via mensen die vanuit het ministerie komen. Maar die hebben die kennis toch? Ja. Kennis van de sector, maar we krijgen geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens op die manier. De heer Hettinga stelde ook dat de oorspronkelijke concessieovereenkomst ontoelaatbaar is gewijzigd. Namelijk van 178 naar 148 naar 101 miljoen euro. Kunt u toelichten of die concessieovereenkomst zodanig is gewijzigd dat geen sprake meer zou zijn van een gelijk speelveld en een gelijke behandeling? Weet u, daar is toen uitgebreid naar gekeken, ook door onze juristen en de landsadvocaat. We hebben ons altijd aan de regels gehouden. Als meneer Hettinga denkt dat dat niet het geval is, dan is het dan uiteindelijk aan de rechter om dat uit te spreken. Volgens ons hebben we dat heel zorgvuldig gedaan. Dus u ziet een eventuele procedure daarover met vertrouwen tegemoet? Absoluut. Voormalig president-commissaris de heer Meijer verklaarde hier dat het niet zo kan zijn dat een bedrijf actief, en zeker een staatsbedrijf niet, een parlementaire enquête probeert tegen te gaan. Waarom heeft de NS getracht om die parlementaire enquête te voorkomen? Ja, dat beeld herken ik niet, dat we getracht hebben de enquête te voorkomen. Dat blijkt uit stukken van de Raad van Commissarissen, van is overgesproken 22 januari 2013. Zat u bij? Kunt u me even helpen, wat werd er precies gezegd? Daar is besproken dat geprobeerd zou worden om de parlementaire enquête tegen te gaan, vanuit de NS. Nou, het is aan de Kamer om te beslissen of een parlementaire enquête... Dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was of het aanvaardbaar is dat een bedrijf, een staatsbedrijf, probeert die besluitvorming daaromtrent te beïnvloeden. Om feitelijke informatie aan te dragen natuurlijk wel, maar niet om in de
positie van de Kamer te gaan zitten. Het is aan de Kamer om te besluiten of een parlementaire enquête plaats moet vinden. De nadrukkelijke bedoeling was, blijkt uit de stukken, om te pogen de parlementaire enquête tegen te houden. Nou, dat beeld heb ik mij, dat is mij niet zo bijgebleven, moet ik zeggen. U was aanwezig. Ja, dat zegt u en dat geloof ik. Natuurlijk was ik aanwezig. Dat staat mij niet zo bij. Als dat zo gebeurd is, is dat met de al dan niet nieuwe inzichten over ethiek, is dat dan fatsoenlijk? Ik vind dat het aan de Kamer is om te beslissen of er een parlementaire enquête plaats moet vinden. En dat wij de Kamer daarin ondersteunen door feitelijke informatie aan te dragen. Dat hoort bij onze rol. Maar het is aan de Kamer om te beslissen, niet aan ons. Hoe kijkt u aan tegen de twee hoedanigheden van de NS? Aan de ene kant een bedrijf, wat de staat overigens ook zelf zo gewild heeft. En anderzijds de NS als uitvoerder van een publieke nutsfunctie. Zijn die twee functies goed te verenigen? Dat kan, maar er zit natuurlijk best wel een spanning op die lijn. Dat je beide ballen in de lucht moet houden. We hebben die maatschappelijke verantwoordelijkheid en tegelijkertijd wordt ook van ons verwacht. Dat is zoals, net wat u zegt, zoals het ingericht is. De staat is onze aandeelhouder ook en daar moeten we ook aan rendementseisen voldoen. Ik vind het wel een gezonde constructie, laat ik dat ook gelijk zeggen. Dus wat vindt u daarvan, zeg maar? Het feit dat wij ook aan rendementseisen moeten voldoen, houdt ons ook scherp om goed op de kosten bijvoorbeeld te letten. Dus het kan. Maar het vereist voortdurend toch wel goede afwegingen. Als je opnieuw zou kunnen inrichten, zou u het dan zo doen? Het kan op verschillende manieren. Ik denk dat zoals het nu ingericht is, dat het goed werkt. Mits we goede afspraken met elkaar maken. En andersom, de twee hoedanigheden van de staat. Dus zowel aandeelhouder als concessieverlener. Zijn die ook goed te verenigen? Ik ben blij dat het gescheiden is in twee rollen. Ik heb begrepen dat in het verleden het allemaal bij één ministerie hier zat. Het zijn toch echt andere verantwoordelijkheden, het verlenen van een concessie en de aandeelhoudersrol. En het feit dat er twee verschillende ministeries zijn, helpt ons om de juiste debatten en de juiste gesprekken en de juiste afspraken te maken op de juiste plaats. Maar heeft u daar niet regelmatig last van die twee koppen van de staat? Nee, ik denk dat het helpt om op de juiste plaats de juiste afwegingen te maken. Ik heb liever twee koppen dan één kop, waarin die kop steeds die dingen vermengd worden. Komt het ook niet soms handig uit dat er het aloude verdeel en heers vanuit de NS kan worden gespeeld, jegens de staat? Nee, we hebben verantwoordelijkheden zowel naar het ministerie van INM als naar de aandeelhouder. Die heb je sowieso als bedrijf. Wij kunnen niet de ene ministerie tegen het andere ministerie uitspelen. Dat is niet aan ons. Maar u zou het kunnen in die structuur? Of in ieder geval kunnen proberen? Nee, we hebben verantwoordelijkheden naar de aandeelhouder toe om het bedrijf te runnen. Zoals een op een bedrijfseconomisch verantwoordelijke manier. En we hebben naar INM de verantwoordelijkheid om aan onze concessieverplichtingen te voldoen. Ja, en die moet je allebei, als directie moet je er allebei aan voldoen. Die kanalen staan ook open. Er zijn ook andere personen die dit doen. Ik onderhoud de relatie met de aandeelhouder. En de collega's onderhouden de relatie met INM. En voor ons werkt dat. En hoe de ministeries dat oplossen, ja, soms is dat voor ons niet wellicht helemaal zichtbaar. Maar dat is aan hen. Ja. De heer Timmer, die zei hier 3 weken geleden dat de NS zo hoog op die vervoersconcessie kon bieden. Lang geleden, maar toch. Omdat de rekening hoe dan ook bij de staat zou komen. Hè? Het vestzak-broekzak-verhaal. Is dat in de kern niet nog steeds zo? Nee, zo zie ik dat niet. Want we hebben een zelfstandige vennootschappelijke verantwoordelijkheid. Waarin we een rendement moeten maken voor onze aandeelhouder. En dan geldt niet vestzak-broekzak of je aan het ene ministerie betaalt of aan het andere ministerie. Maakt daadwerkelijk een verschil. Want het ene is uiteindelijk een dividend. En het andere is een concessieverplichting. En voor beide gelden eigen regels. Zo'n concessie moet ook voldoen aan de eisen van de markt. Er mag geen sprake zijn van staatssteun. Dus het hele verhaal waar we het over gehad hebben, dat het extern geverifieerd wordt, dat heeft te maken met de rol met de concessie verlenen. Daarnaast hebben we rendementseisen van de aandeelhouder. En die zijn gewoon gescheiden. Zou u meewerken aan zo'n hoog bod als in 2001 door de NS is uitgebracht? Ik vind dat de biedingen die wij indienen een redelijk rendement op moeten leveren die marktconform is. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt met onze aandeelhouder.
Dus we gaan geen biedingen indienen die niet reëel zijn. In dit proces is ook heel erg gekeken, alle aannames zijn geverifieerd, ook extern. Dus ik ben ervan overtuigd dat we hier een bod hebben neergelegd wat adequaat is en aan alle eisen voldoet. Ja. Ik zou in ieder geval niet een te hoog bod in willen dienen. Dat zou ik niet doen. Dus toen wij gisteren in het verhoor met mevrouw Vroonhoven vaststelden dat er zo'n 20 miljoen per jaar toch ook weer als een vorm van strategische waarde in het laatste bod zat voor de NS om het kernnet te kunnen vasthouden. Dan zegt u nou, dat is een prijs die aanvaardbaar is. Ik zie dat niet als strategische waarde. Ik heb toen een afschrijving moeten nemen als gevolg van de geïntegreerde concessie van 246 miljoen. Dat verlies heb ik op het vermogen van NS genomen. Tegelijkertijd er kwam een geïntegreerde concessie uit, waar het hoofdrailnet en de HSL in zaten. Die hebben gezamenlijk een adequaat rendement opgeleverd. Daar zit in die concessie, zit als zodanig, dus geen strategische waarde. Die geeft een adequaat marktconform rendement. Maar vindt u dat er sprake is van een gelijk speelveld als de NS een dergelijke biedingsstrategie kan hanteren? Kunnen concurrenten bijvoorbeeld iets soortgelijks doen? Weet u, er is besloten dat uiteindelijk de concessie onderhand gegund zou worden aan de NS. Dat was niet aan ons. Nee, maar mijn vraag aan u is of er de facto wel sprake is van een gelijk speelveld als de NS zich kan permitteren een dergelijke. Ik begrijp van uw gezichtspunt wel dat het voor de NS goed is, maar de vraag is er dan wel sprake van een gelijk speelveld als de NS zich een dergelijke biedingsstrategie kan veroorloven? Nee, maar misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest. Het bod wat wij uitgebracht hebben is marktconform. Daar zit geen, daar zitten geen extra's in. Of Arriva een vergelijkbaar bod had kunnen doen als NS, kan ik niet beoordelen. Maar ons bod voldeed aan de eisen van het ministerie van Financiën. En voldeed ook aan de externe eisen die verwacht zouden mogen worden. Marktconform betekent dat anderen wellicht met een vergelijkbaar bod als NS hadden kunnen komen. In hoeverre is het volgens u verstandig en gewenst dat de NS als 100% staatsdeelneming en gelet op de positie die de NS in Nederland heeft, deelneemt aan aanbestedingen voor vervoersconcessies? Vanuit de reiziger is het belangrijk dat er een geïntegreerd hoofdrailnet is. Als onderdeel daarvan zijn ook afspraken gemaakt dat NS nog op 2 concessies zou kunnen bieden die aan de rand van het hoofdrailnet zitten en dat NS zich niet zou bieden op andere concessies. U hebt misschien ook gehoord dat naar aanleiding van het gebeuren in Limburg dat we ons zijn gaan heroriënteren van hoe moeten we omgaan met deze markt. En dan hebben we met name ook over de busmarkt. Van is het goed dat NS daarin opereert of moeten we daarin toch andere keuzes maken? De vraag is eigenlijk, is het verstandig om de NS met een ander logo te laten meedingen bij bijvoorbeeld regionale concessieverleningen? En dat bedoel ik inderdaad nog los van vermeende of bewezen onregelmatigheden. Gewoon los van die kwesties. Ja, dan weet u wat ons bezighoudt is, hè? Met name waar de sprake is van substantiële samenloop. Als er dus op één stuk spoor tussen een aantal stations meer dan één vervoerder rijdt, dan kan dat zeker in geval van verstoringen tot suboptimale resultaten leiden voor de reiziger. Dat is ook herkend. Toen het hoofdrailnet gegund werd, dat waar er sprake is van substantiële samenloop, dat er waarde is om dat samen met het hoofdrailnet te opereren. Ja. En voor die stukken van substantiële samenloop hebben wij de ruimte gekregen om te bieden. Ja. En mijn vraag is nu, wat is beter voor de reiziger? Dat was eigenlijk de conclusie. Mijn vraag aan u is, is het verstandig om dat te willen blijven doen als NS? Vanuit reizigersperspectief vind ik het goed dat als er substantiële samenloop is, dat we het als één geïntegreerd pakket kunnen runnen. Dus vanuit dat perspectief zou ik graag mee willen blijven doen aan regionale bieding. Maar er zijn er niet zoveel, want er komt nu nog één. En gedurende de hele looptijd van de concessie, voor zover ik heb kunnen bekijken. Okay, dus alleen in geval van substantiële samenloop. Vastgestelde samenloop? Nee, niet door ons vastgesteld, objectief vastgesteld, zoals de concessie verleend wordt, dat er substantiële samenloop is. Dus tussen meerdere stations. Ja. Dit is op dit moment, kun je zeggen, een bescheiden marktwerking op het spoor tot stand gekomen.
Bent u als bedrijf scherper op bijvoorbeeld kwaliteitsaspecten wanneer u concurrentie heeft? Ik denk dat we zeker van marktwerking kunnen leren. Zoals u weet zijn wij ook in het nabije buitenland actief met ons dochterbedrijf Abellio. En een van de redenen daar is dat we ook in die omgeving weer nieuwe ervaringen opdoen die we ook toe kunnen passen in Nederland. Dus marktwerking heeft voordelen, ja. Wat leert u dan bijvoorbeeld als het gaat over kwaliteitsaspecten? Kunt u voorbeelden geven? Scherp sturen op kosten, zorgen dat je heel goed naar de klant luistert, waardoor je met een gevarieerd aanbod nog meer klanten in de trein kan krijgen. Omgaan met zaken als zwart rijden, hoe ze dat in het buitenland doen. Nog weer strakker afspraken maken over wat zijn de wederzijdse verplichting. Contractueel goede afspraken maken met elkaar. Klantgerichtheid, die hebben we hier ook. Als je echt helemaal scherp aan de wind zit, zul je daar echt heel erg ook moeten sturen. Wij hebben ook daarvan geleerd. Onze insteek van NS, niet alleen naar de treinen kijken, juist vanuit de reiziger kijken. Die gastvrijheid voorop zetten. In ons bedrijf in de UK en East Anglia heeft iedereen zo'n soort speldje op. Met hun naam, als ze in de trein zitten. Mensen die daar werken, zeg maar. Het is misschien maar een kleinigheidje, maar wel symbolisch. Hebben we hier ook geïntroduceerd. Nou, ik zat er nog aan te denken, eigenlijk vandaag om mee te nemen. Dan kunt u dat zien. Zodat we in de trein identificeerbaar zijn als medewerkers van NS. En dus dan ook naar de reiziger. Er staat op welkom. Hè, bedrijf uitstralen. Wij zijn er voor de reiziger en we zijn hier niet voor onszelf als we in de trein zitten. Nou, dat soort zaken, die hebben ze op sommige plaatsen in het buitenland beter ingeregeld dan wij op dit moment hadden in Nederland. We hebben trouwens ook goede dingen in Nederland. De manier waarop we de dienstregeling ingeregeld hebben. De manier waarop we treinen rijden. Daarmee winnen we ook concessies in het buitenland. We kunnen daar dus ook concurreren. Dus voor mij wordt het een win-win. Als ik u zo hoor met dat enthousiasme, dan zou u dus meer concurrentie na 2025 toejuichen op het spoor. Weet u, concurrentie voor een concessie is helemaal niet slecht. Concurrentie op het spoor, als je het één keer ingericht hebt als een concessie, daar moet je mee uitkijken, want dat gaat ten koste van de reiziger. Maar dus als het aanbesteed zou worden in 2025, dat is niet aan ons, dat is aan anderen om dat te beslissen of dat een goede zaak is. Dat ondersteunen we als zodanig. En dan gaan wij er hard voor om te bewijzen dat wij het juiste bedrijf zijn, dat wij de reiziger op de eerste plaats zetten. Dus we zijn niet tegen concurrentie, maar als het gegund is, dan moet je het wel als één geheel gaan runnen. Ja. Nog heel even over die zogeheten governance structuur. Sinds het najaar van 2013 moeten investeringsbeslissingen boven de 200 miljoen goedkeuring hebben van de aandeelhouder, leest het ministerie van Financiën. Vindt u dat prettig? Bent u het daarmee eens? Voelt u zich op de vingers gekeken? Ik voel me niet op de vingers gekeken. Daarvoor was er al een informeel overleg over grotere investeringen. Dat is nu, tot die tijd was het maar een derde van het balans totaal. Ongeveer 2 miljard dat we formeel toestemming moesten hebben van de aandeelhouder. We namen de aandeelhouder wel mee in belangrijke besluiten die we namen. Ik vind het plezierig. Maar nu is het vastgepind. Ja, ik vind het plezierig dat we die regels heel scherp hebben. En dat we goed overleg hebben en dat de aandeelhouder dat formeel goedkeurt. U gaat niet alle investeringsbeslissingen maken van 199 miljoen? Nee, natuurlijk niet. Nee. Wat is het primaire belang? Ik stel een paar open vragen, ja. Maar wat is het primaire belang dat de NS eigenlijk moet dienen? In uw visie belang van de komende reiziger, jaren? Het belang van de reiziger in Nederland. Staat dat op 1, 2 en 3? Absoluut. Afgelopen jaren heeft toch ook de financiële positie van NS en de staat en de door alle verwevenheid, ik ga al die punten niet naar voren halen, een buitengewoon belangrijke rol gespeeld waarbij bij tijd en wijle wellicht zelfs dat financiële belang op 1, wellicht ook 2 en 3 stond. Nee, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik zie dat niet zo. Ik snap dat financiële overwegingen zijn ook belangrijk. Maar voor mij zijn ze uiteindelijk randvoorwaarden om aan de doelstelling van je bedrijf te voldoen. En die doelstelling is het regelen van een goede mobiliteit.
Als je niet aan die financiële randvoorwaarden voldoet, ja, dan komt het bedrijf in moeilijkheden en kan je ook niet aan je doelstelling uiteindelijk voldoen. Maar financiën zijn een middel binnen die randvoorwaarden in het kader, zoals we het ook met de aandeelhouder hebben afgesproken. En doordat we de financiën goed geregeld hebben, kunnen we bijvoorbeeld nu 7 miljard investeren onder de nieuwe concessie ten behoeve van de reiziger. Dus het beheren van het geld is ontzettend belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om die reiziger. Maar zou u willen vasthouden dat onder bijvoorbeeld het Memorandum of Understanding in 2008 en het onderhandelakkoord uit 2011 het belang van de reiziger op de eerste plaats stond? Voor het onderhandelakkoord zeker. Het memorandum was voor mijn tijd, dus dat wil ik, daar wil ik geen uitspraak over doen. Hoe dat u heeft daarmee is te maken gehad, dus ja. U kent dat memorandum. Ja. U heeft met de gevolgen daarvan te maken gehad. Ja. Dus ik denk dat we die vraag wel aan u mogen stellen. Ja. Weet u, kijk, de deal die gesloten is, is inderdaad in het belang van de reiziger. Daar zijn extra commitments gemaakt om het openbaar vervoer te verbeteren. Er komen meer treinen, er zijn hogere frequenties. We rijden meer in de nachturen. De toiletten komen in de treinen. Het is echt een kans geweest om een gewoon beter product neer te zetten. Daar geloof ik vast in. Dus als het aan u ligt, dan ook bij lastige financiële onderhandelingen of wat dan ook, dan zegt u, de NS zal altijd het belang van de reiziger op de eerste, tweede en derde plaats zetten. Ja, het moet wel financieel verantwoord zijn. Die balans, hè, dan laten we dat gewoon vasthouden met elkaar. Hè. We kunnen niet alles, ons alles permitteren. En dat verwacht de samenleving en onze aandeelhouder ook niet van ons. Maar het gaat uiteindelijk om het reizigersbelang. En daar moet je keuzes in maken die financieel verantwoord zijn. Ik kom tot een afronding op dit punt. De hoogte en de betalingen van die concessievergoeding is in dit dossier, zoals het dan hier in Den Haag heet, continu onderwerp van discussie en van discussie geweest. Met die nieuwe geïntegreerde concessie en het in stand gehouden onderhandelakkoord is of lijkt die discussie nu definitief afgerond. Maar gaat de NS die afgesproken bedragen nu daadwerkelijk ook betalen de komende jaren? Kijk, gemiddeld gaat het, ik weet dat er een andere berekeningssystematiek onder kan liggen en dat er wellicht nog gesteggel is tussen INM en de NS over hoe het dan wordt afgelost. Maar gemiddeld gaat het om 101 miljoen per jaar concessie HSL en 80 miljoen concessie hoofdrailnet. 180 miljoen ieder jaar opnieuw, gemiddeld. Ja. Gaat dat lukken? Absoluut, daar ben ik van overtuigd. En als dat niet gaat lukken, gaat dan de NS zijn eigen broek ophouden of toch weer met de staat in de onderhandeling? Weet u? Ik weet dat niet, vandaar dat ik het u vraag. Nee, ik wou het aan u uitleggen. Er zijn afspraken gemaakt met de staat, ook in het onderhandelakkoord, als er zeer bijzondere omstandigheden zijn, dat we de zaak gaan, dat we in gesprek gaan. Die staan gewoon in de afspraken. Als het heel goed gaat, gaat er ook meer naar de staat. Mijn insteek is, wij zetten ons in voor het betalen van, het is inderdaad een substantieel bedrag. Het gaat om 2,4 miljard concessievergoeding over deze hele periode. Wij, als je naar onze businessplannen kijkt, wij genereren voldoende opbrengsten. Niet alleen dus op de hoogsnelheidslijn, maar daarom geïntegreerd, om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Voorzitter. Dan komen we tot een afronding. Eén vraag nog. Deze enquête gaat natuurlijk over waarom is beoogde vervoer niet tot stand gekomen. U heeft er een aantal dingen over gezegd. U heeft daarvan gezegd dat u er al een aantal dingen van geleerd heeft. We kunnen lijken vast te kunnen stellen dat problemen met het vervoer over de HSL-Zuid, met de beloftes die u net uitsprak, wellicht ten einde zijn wat de NS betreft. Zullen daar in de komende jaren nog hoofdstukken aan worden toegevoegd? Die u verwacht? Nee, dat verwacht. Wij blijven voortbouwen op het commitment wat we gemaakt hebben. En ik heb juist met alle medewerkers die we hebben en hun commitment naar het openbaar vervoer toe in Nederland, alle vertrouwen in dat we dit nu af gaan leveren. Ik weet wel dat het nog heel veel inspanning van ons gaat vergen. En u kunt gewoon op ons rekenen dat we ons uiterste best wat dat betreft gaan doen met z'n allen. Maar u zei net in een verhoorvraag van de heer Elias en daarvoor al eventjes met de heer Van Gerven, dat eigenlijk er waren te hoge ambities, sprak u uit. Maar wat zegt u nou eigenlijk vanuit
de Nederlandse spoorwegen, dat de ambitie van de planologische kernbeslissing in der tijd eigenlijk door de NS niet meer als nieuwe ambitie wordt gezien? Is dat dan ook een vraag die wij vanmiddag aan de staatssecretaris moeten stellen? De ambities zoals ze er nu liggen zijn wat mij betreft realistisch. Hoe ze in het verleden waren, daar kan ik geen uitspraak over doen. De huidige ambities en de plannen die we hebben, die zijn realistisch en daar gaan we voor. Daar kunt u op rekenen. Dan sluit ik bij deze dit verhoor. Dank u wel. Dank u wel.